Ik ben 15-18. Niet normaal. Echt wel. Ik kan trots op mezelf zijn. Ik heb zo meteen auditie. Oh my god, jongen. Wij gaan een tatoeage laten zetten. Wat doen wij? Nog een cadeautje. Oh? Oh my god. Nou. Ja, schat. Wat lief. Nog voor de kleine. Oh. Nou, wat cute. Is het jouw lief? So cute. Nee. Oh my god. Een onesie. Ja, dit is niet normaal. Hoezo? Dankjewel! Alsjeblieft. Ja, welcome back. We zijn bij The Voice. Vanavond is de finale. Oh my god, zo spannend voor iedereen. En nou ja, wij gaan een soort van afterparty, een soort pre-party. Want het was een soort afterparty, maar dat is nu voren gehaald. Dus we gaan nu een soort pre-party doen. Voor de mensen hier, voor het publiek. Dus super spannend. Oh my god, ik heb er heel veel zin in. Echt weer een tijdje geleden, dus let's go. Ik ben bij 15-18. Wel mooier dan. Ik zet hem er wel bij hoor. En we gaan lekker kletsen over de finale van The Voice. We gaan er voor 1 minuut live volgens mij. Zo spannend jongens, ik ben zo benieuwd wie je gaat winnen. Het is echt, je voelt echt spanning hierachter. Dus let's go. Oké, jongens. Dennis heeft gewonnen. Oh nee, niet ik. Nee. Hey. Oh, sorry. Nee. Dennis heeft gewonnen. En ja, het zit erop. We gaan nu naar de afterparty. Patrice, je hebt het zo goed gedaan. Niet normaal. Echt. Je kan trots op jezelf zijn. Ben echt. Ik het. Oh my god. Sick. Oeh. Goedemiddag, jongens. Ik zit in de auto op een parkeerterrein. Ik heb zo meteen auditie. En ik ben best wel vroeg, maar ik hou daar wel van. Gewoon even lekker rustig opstarten. Vanaf hier zit ook nog 10 minuten lopen naar de studio. Ik ben in Hilversum. En ik vind hier altijd zo een doolhof. Dus nou ja, ik ben lekker vroeg. Dus ja, let's do this. Oh my god, jongens, auditie doen is nooit leuk. En het gaat nooit wennen. Maar goed, dat is echt mijn leven. Dus let's go. Ik zie jullie daarna, denk ik. Want ik ga daar niet filmen. Dat slaat helemaal nergens op. Dus ja, hierna zien jullie mij helemaal soort van dat ik die auditie heb gedaan. Dus ik zie jullie zo. Wish me luck. Oké, jongens. I did it. Oh, nou, het was op zich heel chill. Ja. Ik kan er ook niks over vertellen, dus het slaat helemaal nergens op. Maar ik ben nu lekker vrij, dus ik ga lekker even ophalen. En dan lekker genieten van dit weer. Oh my god, het is zo lekker weer. Heerlijk. Ik ben weer bij Lakkerwerk, jongens. Het is vandaag woensdag en dit moet hoog nodig gedaan worden. Ik durf het niet eens uit te zien. Maar, you know, dan gaat weer mijn nageltjes doen. Yay! Ja! Zaterdag. En ik ga mijn wenkbrauwen doen. Het is echt hoog nodig. Ja, weer bij Negin. Oké, dit is voor. Ik moet wel zeggen dat mijn wenkbrauwen echt groeien als de malle. Echt best wel vol zijn van zichzelf, maar het heeft nul vorm. Oh my god, jongens. Ik heb gisteren trouwens niet meer het eindresultaat gezien, maar dit zijn mijn wenkbrauwen. Ik heb verder geen make-up op, het is heel vroeg.
Maar Nick en ik hebben heel leuk nieuws. We hebben een huis. We staan nu bij de, in een soort van gang. Waar is dit? Gamma? Mm-hmm. Bij de Gamma. Even een broodje eten en dan gaan we even al die woonwinkels af. Maar we hebben gewoon een huis, jongens. Het is zo snel gegaan. Mick had ons ingeschreven voor 6 woningen. En we hebben hem gewoon. We hebben gewoon een geweldig huis. Met eindelijk gewoon kamers. Dus Eva krijgt eindelijk gewoon een kamer. Wijnkamer. Woonkamer. Ik ben zo blij. Oké. Okay. Gamma. Geen vloer gevonden. Praxis. Geen vloer gevonden. IKEA. We gaan nu naar de IKEA. Mick haat mijn vlog. Ja, zoveel haat. Oké, we zijn nu bij Karwei. Nergens vloer kunnen fixen. Het is wel even een dingetje hoor, de vloer. Ik vind dat wel echt belangrijk. En ik ben ook zo moe. Ik stond echt om 6:30 op voor Eve. Oké, nou. Let's go. Hopelijk slagen we hier. Kijk die hater hier. Ik sta even in de gang, want het is echt chaos in de woonkamer. Of nou ja, in het huis, hè, studio. Maar we hebben een vloer. Oh my god, hij is zo mooi. Tenminste, ja, het is niet onze droomvloer. Want ja, gewoon money's. Maar we hebben wel echt een hele mooie vloer uitgekozen die binnen ons budget viel. Dus ik ben zo blij. Hij wordt al gewoon... Nou ja, dinsdag krijgen we de sleutel. En dan wordt hij volgens mij woensdag wordt de vloer bezorgd. En dan kunnen we gewoon van het weekend, dan is Mick ook vrij. Dan kunnen we hem gewoon gaan leggen. Oh my god, ik heb zoveel zin in dit nieuwe avontuur. Gewoon een nieuw huis. Het is zo bizar hoe snel het is gegaan. Als het een beetje af is, ga ik wel even een house tour doen. Maar ja, dus dat. Ik ben heel blij. Het is nu inmiddels 7:00. En ik wacht even op Talissa, want wij gaan een tatoeage laten zetten. Het is echt een eeuwigheid geleden. Ik heb 2 tatoeages, maar het is zo... Ik bedoel, ja, het is echt wel jaren geleden. Dus ik heb weer zin om een tattoo te nemen. Dus ja, ik wacht even op Talis en dan... gaan we hier al even chillen in het rommelige huis. En dan gaan we daarheen. Excited wel, ja. Talis, waar zijn we? Kijk jij nooit alleen maar in dat ding? Ja, ik moet hierheen kijken, nog steeds. Mm. Oké, okay, we gaan een tattoo zetten. Ik zet chin op mijn bil. En ik Talis on the... Oh, nee, friendship goals wel. Wij moeten trouwens een most likely opnemen. Dus dat let's do it. Niet nu. Oké. Okay. Ik ben altijd een beetje zenuwachtig altijd. Ik vind het echt zo'n lekker gevoel. Ik ja, ik weet niet waarom het zo chill. Ja. Ja. Zo jongens, het is vandaag, wat voor dag is het? Maandag. The birthday of this gorgeous beauty. En we zijn een milkshake aan het eten. Of tenminste, we hebben hem echt gemurderd. En we hebben net dit ook. Wat doen wij? Dit is leven. Oké, dit was de B. Ik had eigenlijk een vlog gisteren online moeten gooien, maar ja, live. Dus ja, dit was het. Comment, subscribe, like. En ik zie jullie volgende week. Ik doe eigenlijk nu, post ik, of post, ja. Zet ik 1 keer in de 2 weken een vlog online. Want ik red het gewoon niet meer elke week. Nee. Want ja, ik ben mama. Ja. Zo is het. Dus voor nu is het even hoe het is. Maar ja. Laat een comment achter, vind ik ook heel leuk om te lezen en om te antwoorden. En ik zie jullie volgende week weer, of over 2 weken. Doei!